Ik geloof dat ik het heel spannend vond, ja. Dat is lang geleden. Ik weet niet eens meer waar het was. De eerste keer was heel spannend. Ik moet je zeggen dat ik het me eigenlijk niet kan herinneren, maar het moet in Groningen zijn geweest. Ik weet nog wel dat het best wel spannend was. Het is de eerste keer. Hoe moet dat dan precies en ga ik het dan wel goed doen? Toen ik voor het eerst mocht stemmen, vond ik het ook geweldig om te mogen doen. Toen was ik 22, mocht ik voor het eerst stemmen en dat vond ik een enorme moeilijke beslissing, weet ik nog wel. De eerste keer dat ik mocht stemmen, ik weet nog dat het heel spannend was. Dus toen ben ik al die kandidaten gaan bekijken totdat ik er één vond die, volgens mij omdat hij geen stropdas droeg. Als kleinkind mocht ik met mijn vader en moeder het hokje in. En mocht ik namens hen stemmen? Ik mocht met mijn vader ook altijd mee. Hij zet het kruisje hoor. Ik was altijd al met politiek bezig. En dan word je 18 en dan mag je eindelijk stemmen. Met zo'n rood potlood en je voelt je echt volwassen opeens. Het was volgens mij in een wijkcentrum ergens in Rotterdam. Voor mij heel jammer dat ik bij de verkiezingen heel dicht op mijn 18e verjaardag net te jong was. Ik geloof dat het was voor de Europese verkiezingen. En toen heb ik op Ed Nijpels gestemd van de VVD. Ik weet wel dat ik echt wel een beetje gefrustreerd was dat allerlei vrienden van mij mochten gaan stemmen en ik nog niet. Ik heb niet op mijzelf gestemd, nog nooit, en ik hoop dat nooit te doen. Ja, de allereerste keer dat de Partij voor de Dieren meedeed aan de verkiezingen in 2003 heb ik op mezelf gestemd. Ik probeer eigenlijk altijd te ruilen met iemand op de lijst of juist te kiezen iemand lager op de lijst die ik ken of waarvan ik denk, nou, die wil ik even stimuleren. Als ik lijsttrekker moest worden, heb ik wel eens op mezelf gestemd. En de allereerste keer, weet ik nog precies, had ik 335 stemmen. Was ik er hartstikke trots op. En ik was er één van. Ik moet eerlijk zijn, ik heb dat de eerste keer heb ik dat wel gedaan. Als ik er goed over nadenk, heb ik er geen bezwaar tegen. Nee, maar dat is een beetje beschamend. Om op jezelf te stemmen, nee, dat doe je niet. Ik vind het leuk om mijn stem te geven aan een ander. Dus ik stem bijna altijd op de hoogste vrouw op de lijst. Nee, je moet op de tweede of derde vrouw stemmen. Want die eerste vrouw, die krijgt genoeg stemmen. Ja, ik vind stemmen zeker een feestje. Ik zou bijna zeggen dat is zacht uitgedrukt. Feestje vind ik niet het juiste woord. Stemmen is een feestje. Maar ik vind wel een hoogtepunt. Het is een feest, maar het is ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid die je hebt. Eindelijk kunnen de mensen thuis laten horen wat ze ervan vinden. Dat is een feest, maar het is ook een dag waarop je heel erg moe bent. Want je hebt de campagne achter de rug. En dan is het ook iets wat ook even moet gebeuren, het stemmen. Je zou het bijna vergeten in alle drukte. Ik stem en dan koop ik een taartje en dan eten wij een taartje op om het democratisch recht van het kunnen stemmen, kunnen kiezen van je eigen volksvertegenwoordiger, om dat te vieren. Ik had al als kind gezien hoe mijn ouders hand in hand de straten overstaken om te gaan stemmen. Dat loopje, ik vind dat eigenlijk het moment waarop we heel zichtbaar laten zien de democratie leeft. En dat is toch bijzonder, omdat mensen op die dag zijn opgestaan, naar de stembus zijn gegaan, die stemkaart hebben opengevouwen, daar je naam hebben opgezocht, dat rood hebben ingekleurd. Mijn vader was burgemeester en die zat altijd als burgemeester ook in dat stembureau. En 's avonds mocht ik als kind wel mee als de stemmen geteld werden. Ik neem mijn dochter altijd mee in de stemmen, ja. En dat vindt ze ook heel erg leuk, omdat ze dan ook mijn naam ziet staan voor de Partij voor de Dieren. Dan loopt ze echt trots als een pauw daar rond. Het is toch bijzonder dat we in een land leven waarin je je eigen volksvertegenwoordiging kan kiezen en daarmee ook je eigen regering. Wel bijzonder dat dat nog steeds gelukkig kan in Nederland, als je ziet hoeveel landen het zouden willen en hoeveel landen het soms ook weer onder druk staat. Ik zou het echt jammer vinden als je, omdat je er gewoon niet zo mee bezig bent of omdat je het niet zoveel interesseert, die kans laat liggen.